Toen we toekwamen met EasyJet was het wel grappig, want er waren allemaal fotografen op de muur geplakt. We gingen naar buiten en liepen een gang door. Op het eind van de gang stond er iemand op ons te wachten. Het was mijn oom Erasmus. Even later stapten we in de auto en reden weg naar de Leeuwenstraat, waar mijn oom Erasmus woont met mijn petekentje Lasse en met Ulrike. Dat is de mama van Lasse. We speelden met Lasse tot aan het eten. Even later op de dag gingen we kijken naar ons hotel. Het was er heel leuk. We waren aan het uitpakken en daarna gingen we naar bed. Woensdagochtend toen we opstonden, waren we nog even aan het praten. Na het ontbijt gingen we op pad naar mijn oom. Toen we toekwamen bij mijn oom, speelden we nog even met Lasse en keken waar we die dag naartoe konden. We besloten om naar het zwembad te gaan. De heenweg was niet zo leuk, want het was aan het regenen. Even later, toen we in het zwembad waren, gingen we wel 100 keer van de glijbaan. Het was er heel leuk. Na het zwemmen gingen we terug naar huis. Terug naar mijn oom. We speelden met Lasse en daarna gingen we naar een speeltuin. Die dag vond ik 2 kroonkurken. Ik vroeg aan mijn zus Hadwig en mijn broer Servaas om een verzameling van kroonkurken te maken. Toen we na het eten wilden vertrekken, zei mijn oom, ik breng jullie wel. En wij zeiden oké. Donderdagochtend na het ontbijt gingen we naar mijn oom. Ze stonden meteen klaar om te vertrekken. We gingen naar de Berlijnse muur. En er waren allemaal tekeningen. We kregen het koud en gingen naar een winkelcentrum. Daar gingen we opwarmen. Als we helemaal weer warm waren, gingen we naar Alexanderplatz. Daar was er een wereldklok. En even verderop stond de tv-toren van Berlijn. Het was een windmolenstaaf met een bol erop. En daarop een rood-witte antenne. In de bol was er een restaurant. Het draaide rond. Om het uur draait het een rondje. Vroeger was dat om het 30:30, maar dat was te snel. We zagen een bowlingbaan en gingen kijken hoeveel het kostte. Het was niet te duur, dus gingen we bowlen. Mijn oom was gewonnen. 2 uur later waren we in het appartementje en gingen naar bed. Slaap wel. Dag. Het MAS is de afkorting van het Museum aan Stroom. Het MAS is het nieuw museum in Antwerpen. Mijn papa gaat naar het openingsfeest donderdagavond. Er gaan veel belangrijke mensen zijn. Er gaan ook schilderijen zijn van belangrijke kunstenaars. Er gaan ook dingen zijn van de mama van Wolf van Klaswoud. Mijn mama heeft een boek over het maken van het MAS. Ik denk dat het een mooi museum is. Robots zijn waardevol, maar ze hebben ook nadelen. Bijvoorbeeld, er zijn er die niet tegen water kunnen. Mijn nieuwe horloge is eigenlijk een robot. Het is een machine die mij de tijd en de datum zegt. Piep, piep. En wil je horloge laten zien? Ja, bedankt. Super. Wat is nog? Horloge.
Ja, zo is het. Mag beginnen. Het meermonster. Er was eens een firma dat heette Duikboten & Co. Ze hadden maar net een nieuwe duikboot en die moest getest worden. Een man van 25 jaar wou hem uittesten. Hij heette Tommy. Tommy stapte aan boord van een schip dat hem naar zijn bestemming zou brengen. Een half uur later stapte hij over in de duikboot die hij ging uittesten. Toen hij naar beneden dook, zette hij alles in en opeens zit de radar heel groot en snel bewegend voorwerp waargenomen, harpoen gereed. Opeens vloog er een kruising tussen een sitteraal en een krab op de duikboot af. Hij schoot de harpoen af, maar miste zijn doel. Het monster nam hem mee naar een grot. Tommy probeerde hulp in te roepen, maar het contact met het land was verbroken. Toen de lichten van de duikboot inschakelden, zag hij de boek van de Titanic. De duikboot moest onverwoestbaar zijn, want hij zat zo'n 8000 meter diep. In de Titanic was het gat duidelijk zichtbaar. De harpoen was geladen en hij schoot een gat in een dek. En zo ontsnapte hij. Hij ging met volle kracht naar boven waar hij alles vertelde. En hij had een bewijs, een foto van het meermonster in de Titanic. Donkere bos, er was eens een meisje. En dat meisje heette Sarah. En Sarah woont in een huis. En Sarah heeft ook een donkere bos. Maar ze mag daar niet komen van haar papa en van haar mama. Sarah zegt, mama, ik ga een wandeling doen. En haar mama zegt, je mag het doen, maar niet komen in het donkere bos. Sarah zegt, ja, mama. En Sarah gaat naar buiten en ze pakt haar zaklamp. Ze gaat toch naar het donkere bos. En Sarah ziet een mevrouw en ze gaat daar naartoe. Dan zegt Sarah, waarom heb je geen huis? En de mevrouw zegt, ik woon hier en ik ben geen groot geen groot huis, maar ik heb wel een hut waar mij alle woon allemaal. En ik ben arm. Sarah zegt, je mag bij mij gaan wonen. Ze gaan allebei naar het huis van Sarah. En de mama van Sarah zegt, wie is dat? En Sarah zegt, dat is een oude mevrouw. En de mama zegt, ze mag hier wonen. En Sarah is heel, heel gelukkig. En ze leefde lang en gelukkig. Daag!